Met welke koffer ga jij deze strijd aan? Ja, het is nu al tegen mijn tactiek in, maar nummer 10. Nummer 10? Zeker. Oké, okay, ja. Nummer 10. En hoezo tegen je tactiek in en waarom nummer 10? Nee, we hadden het net achter de schermen over dat er ook heel veel mooie dames staan en zo. Ja. En dan pak ik het koffertje waar een heer naast, jou, een hele knappe jongen naast staat. Ja. Oké, okay, dus koffer 10. Ja. En waarom dit nummer dan? Want er waren een heleboel altijd, knappe dames. Ja, dat is waar. Het is altijd mijn rugnummer geweest met voetbal. Ah. En vroeger op school dan moest je wel eens wachtwoorden ergens intikken en zo. En dan deed ik er altijd een 10 achter. Ja. Dat was mijn nummer. Dat is je geluksnummer eigenlijk. Oké, okay, koffer nummer 10. Ja, we hangen aan je lippen. Ja. Jij mag het zeggen. Dit zijn alle bedragen die erin zitten. En het zou zo fijn zijn als je met een lage begint. Maar waar zitten die? Begin wel met 20. Koffer 20. Dat is niet afspraak, hè? Ik moet dit even verwerken. Wat doe je nou? Ja. Goeie vraag. Koffer 20. Moest een beetje sensatie, hè, de laatste. Ja. Oh, maar dit wil ik helemaal niet. Het is niet anders, Tony. We moeten door. Ja, je moet er nog 5. Ja. Ja. Nee, dat maakt niet uit. We gaan gewoon lekker door. Doe nummer 5 maar. Nummer 5. Daar zit hij dan niet in elk geval. Nou, het is lager. Het is lager dan... Heel positief. En nu gaan we weer lager. Ja. Welke nemen we nu? 1. Koffer 1. Ja, weer lager. Ja. De kant op. Nou ja. Een paar van de linkerkant weg. Nou precies. Dus, ja. Dus doe dan nu 10.000 en dan alleen nog links daarna. Doen we 19 maar open dan. 19, dan hebben we die ook maar gehad. Wat zit daarin? Ja, nou gaan we goed. 20 euro. En je moet er nog 2. Oké. Okay. 8. 8. 50.000. Ja. Ik vind het geen beste ronde eigenlijk. Nee, ik ook niet. Maar probeer positief te blijven. Ja, je moet waar. Er nog 1. Ja. Een lage. 9. Nummer 9. Altijd laag, toch? Nummer 9. Nee. Nee. Oh, nee. Ook dat nog. Bert, het is niet best dit, hè? Het kan beter. Het kan beter. Ja. Dat is mooi gezegd. Maar 1 miljoen zit er nog in, 2 miljoen zit er nog in. Ja, ja, ja. Het is zeker niet afgelopen, helemaal niet. Maar zoals je al zei, ik kan wel zeggen dat dit een goede ronde was, maar dan lieg ik heel hard, want het was best een slechte. Want de 5 miljoen, ja. De 7,5 ton, de 3 ton, 1 ton, wat is die waard? Nou, vind ik eigenlijk best, voor hoe het er nu uitziet, is dit een flink bedrag. 33.000 euro. Ik ga het kastje open doen en je weet hoe het werkt. Ik zeg het er nog maar even voor de duidelijkheid bij. Als je geen deal wilt sluiten, doe je het kastje dicht. En op het moment dat je denkt, ik kies eieren voor mijn geld, ik verkoop mijn koffer 10, dan druk je op de rode knop. Ik ben eruit. Ja, je bent, dat dacht ik wel. Ja, heel goed. Oké. Okay. Dan gaan we door, want je moet nu 5 koffers openmaken. En ik wil echt alleen maar lagen zien, Tony. Ik ook. Ja. Okay. 26 schijnt een hele laag in te zitten. Ja? Oké, okay, dat heb je gehoord. Ja. 26, een cent of zo. Of, je had gelijk. Gelukkig. Heel goed. Ja. Heel goed. Nog 4. 22. 22, die voelt goed. Bij mij ook. Ja, ja, een euro. Hij gaat nu lekker. Hij gaat nu lekker. Laten we dit even vasthouden. Heb jij geluksgetallen, Bert? 23. Is dat een geluksgetal? Voor Tony. Dus die gaat niet open? Of wel? ben je jarig de 23? Ja, dat wel. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, maar ja, inderdaad. Zit er dan iets hoogs in of iets laags? Ja, ja. Laten we die maar even links doen. Nee, even niet. Oké, okay, okay, goed. Doe 12 maar open. Koffer 12. Oh, we hebben een beller. Ans, dit is je moment. Je had een goed gevoel bij koffer 12. Ja. Ja. Ik hoop voor jou op een lekker bedrag. Ja. Ja, 25.000, 10.000 of als het iets hogers is, win je 50.000. Ja. Zou wel een beetje jammer zijn voor Tony. Wat zit er in koffer nummer 12? 500 euro. 500. Nou ja, 500. Nou. Nou ja. Super.
Goed, ben blij dat je er blij mee bent. We hadden je veel meer gegund, Ans. Maar het is gelukkig ook niet, wat is het, 50 cent of 1 cent. Dat had ik veel erger gevonden. Ik ben er heel erg blij mee. Goed zo, dan gaan we wat leuks voor doen. Dankjewel. Oké. Terug bij Tony. Je moet nog 2 koffers openmaken en je hebt tot nu toe 3 hele goede gekozen. Weet je? Ja. Zeg maar. 18. 18. De 2,5 miljoen zit er nog in, hè? Ja. 1 miljoen ook, 1 miljoen ook. 5 ton, 4 ton, we hebben nog genoeg, dat is het niet. Maar het is zo lekker als er zoveel in blijft zitten. Ik had hem gewoon graag gehouden. Maar oké, we slikken dit weg en je moet er nog 1 openmaken. Ja, doe 25 maar open. 25. Het is niet best, hè? Het is niet best. Ja. Het is niet best. Oh, Bert, hoe is het met jou? Je had nog steeds minder. Ja. Oh, wat jammer. Oh, ik dacht de laatste. Een leuke jonge vent, 2 kleine kindjes en die gaat gewoon als miljonair de deur uit. Maar die kans is... Nou ja, die is er nog als hij in je koffer zit en je hem houdt. We zijn gezakt. Ja, daar was ik al bang voor. Ja. De enige kans dat ik je nog met een miljoen naar huis kan sturen, is als die in jouw koffer zit en je zo dapper bent om door te spelen tot het allerlaatst. Anders moeten we met een veel lager bedrag genoegen gaan nemen. Maar wanneer is het juiste moment om uit te stappen? Ik begrijp dit bod wel, want kijk, ongeveer alles aan de linkerkolom is er nog. Dus er zitten nog zoveel lagen in, daar moet je er een aantal van weg gaan spelen om tot hogere bedragen te komen. En de vraag is, durf je dat? Want als je doorgaat, moet je 4 koffers openmaken. En als je de 4 hoogste eruit haalt, hebben we wel een probleempje. Ja. Ik ga het kistje openmaken. Ben jij, lieve Tony, bereid om jouw koffer... Goed. Nee, dat is duidelijk. Nee. Ik zou het ook niet doen. Nee. Als we nu 4 lagen wegspelen... Precies, als je nu 4 lagen weg, dan wil ik het inderdaad ook wel eens zien. Dan gaan we zeker stijgen. Voordat je begint, wat zijn je wensen? Wat wil je doen met dat geld? Nou, het is wel relaxed als je 35 bent en... Je hebt wat op de bank. Ja, of dat je gewoon dat het allemaal niet zo erg hoeft of zo, weet je wel. Dat je wat meer tijd voor de kinderen hebt en zo. Dat is nu ook prima, maar als dat nog iets meer is, dan is dat wel relaxed. Dat je iets rustiger aan zou kunnen doen om wat meer tijd met je kinderen door te brengen. Bijvoorbeeld, ja. Snap ik. Ja, dan moeten we nu 4 lagen eruit gaan vissen. Ja, gaan we doen. Nummer 4. Nummer 4. Ja. Dat noem ik laag, want die komt uit de linkerkolom. 1000 euro kunnen we missen als kiespijn. Ja. Nog 3. 7. Nummer 7. Ja, nu gaat hij lekker. Je doet het heel snel. Is dat bewust? Zo van, dan heb ik het maar gehad? Nee. Oké. Ze moeten toch? Ja. Op naar de 1 cent. Ja. Die zit denk ik in nummer 17. Nummer 17, 1 cent. Nou, wel 100 euro. Prima koffertje. En nu niet het miljoen. En ook niet het 500.000 en de 4 ton en de 2 ton. Alle anderen zijn prima, maar die 4 hoogste gaan we binnenhouden. Ja. 25.000 euro zien we ook nog door de vingers. Je moet er nog 1 en dat moet een lage zijn, want dan gaan we enorm stijgen. Ja, welke zou je doen? Ga je niet zeggen, hè? Doe maar 11. Maak hem maar open. Topdag. Oh, ik baal voor je. Ja, ik ook. Oh, ik had het je zo gegund. Oh, dit is echt... Ik mag het niet zeggen. Maar dat is het wel. Goed kut, hè? Precies. Ja. Oh, wat baal ik hiervan. Bert, wat een bummer. Dit gaat echt niet lekker, nee. Nee, het wil niet. Nee. Je haalt eigenlijk feilloos de hele tijd de hoge eruit. Misschien moet je eens die koffers gaan nemen die je niet zou willen nemen. Zou ik dat doen? Ja, misschien moet je dat doen als je doorgaat. Hè? Want we moeten nu eerst eens gaan kijken wat je koffer waard is. En dat weten we nu. Oh, nou, wauw. Je bent nog iets gestegen.
3000 euro gestegen. Hoeveel koffers moeten er? Als je doorgaat moet je 3 koffers openmaken. En ik hoef je niet te vertellen dat als je die 3 hoogste eruit haalt, dat dit het laagste bedrag wordt dat we in tijden gehad hebben. Mm. Maar aan de andere kant, hoe groot is de kans dat je ze er alle 3 uithaalt? Ja, het is wel lastig, hè? Ja. Wat zou je vrouw zeggen, of je partner, Suzanne? Mag ik er even bellen? Nou. Nee, het enige wat zij dan zegt is, op een gegeven moment is goed ook goed, hè, zegt ze dan. Maar ja, daar ben ik niet mee geholpen nu. Ja, maar je kan ook zeggen, ja, je kwam met niks. Ja, hè? Nou ja, precies, dat is misschien wel wat zij zou zeggen. En dat is natuurlijk ook zo, hè. Ja, weet je, het gekke is, ik ben ook bang dat het nog lager wordt. En aan de andere kant, je gokt niet met tonnen, zoals mensen soms staan te doen hier. Hè? Soms staan mensen hier gok te nemen dat je denkt, oh, als dit misgaat, dan ga je 3 ton naar beneden. Mm-hmm. Maar het is jouw keus. 28.000 euro. Ik ga er nog 3 openmaken. Je mag nog heel even denken. Koffer 10 is op dit moment 28.000 euro waard. Je doet het niet. Oké. Okay. Als je er nu echt 3 lagen uithaalt, 3 uit de linker kolom, dan ga je een heel ander bedrag krijgen. Daar ga ik voor. Daar ga je voor. Ja. Zal ik er 1 openmaken? Ja, liever doe maar. Ja. 3. Koffer 3, een lage. Ja! Woe! Die is goed. Daar ben ik blij mee. Die is heel goed. Ja, dat is lekker. Die is heel goed. Ja. Deze kon niet beter. Nou ja, kan nog beter. Er zijn nog 2 lagere. De cent, waar zit die? Waar denk jij dat die cent zit, Bert? Of wil je het gewoon niet zeggen? 14. 14. Laat me zien. Ja, doen we hem? Koffer 14, de cent. Nou, prima. Prima, goedgekeurd. Lekker, pa. Goedgekeurd. En nu nog 1 lage. Die cent, kom op nou. Die 20 cent, die 50 euro. 1 van de 3. Als we alles rechts laten staan, dan heb je nog 5 bedragen aan de rechterkant. Ja. We moeten er nog 1 uit de linker kolom. Kans van 4 op 9. 6. 6. Ik duim allemaal mee. Een lage. Ja! Yes! Woe! Goed gedaan! Mag ik een keer? Ja! Nee, het mag! Je hebt het verdiend! Je hebt het gewoon verdiend, want je durfde het! Nou komt hij met een bot, jongen. En nu wordt het beloond. Ja, nu. Nu komen ze met een bot van 3 ton. Minimaal. Nee. Dat denk ik dan weer niet. Maar dit is wel echt een ander beeld. Want er zijn nu nog 8 koffers. En 3 koffers zijn vele, vele, vele malen hoger dan het bedrag van 28.000 euro wat ze net boden. Dus je gaat zeker een hele klap omhoog. Maar is het genoeg om je over de streep te trekken? Want als je doorgaat, hoef je er maar 2 open te maken en je kan niet al die tonnen eruit halen. Dat geef ik je vast mee. Hoeveel is het? Beter. Zeg eens heel eerlijk. Toen jij net met Michel bij die knop stond, had jij gedrukt bij 50.000 euro? Nee. Waarom zou je het hier dan wel doen? Precies. Ja. Omdat de situatie nu wel iets anders is. Ja, oké. Maar goed, de situatie is zoals we hem nu zien. Ja. Er zit nog 2 ton in, 4 ton en 5 ton. En 5 lage bedragen. Ja. Je moet er 2 openmaken. Stel, je haalt de 5 ton eruit en een lage. Mm-hmm. Zijn er nog 6 koffers. En dan gaat hij denk ik toch iets omhoog. Ja, dat denk ik wel. Ietsje. Ja, maar als je en de 5 ton en de 4 ton eruit haalt, ga je zakken. Die kans is op zich niet zo groot, hè? Nee. Oké, ik ga het je vragen. De bank biedt 52.000 euro voor koffer 10. Ben je bereid om te verkopen of is het geen deal en ga je 2 koffertjes openmaken? Ik ga toch nog 2 koffertjes openmaken. Wat ik zo fijn vind van dit spel is dat het, ook als het om een lager bedrag gaat dan dat we gewend zijn, dat het toch altijd spannend blijft. Want wat gunnen we het jou? Dat je 2 lagen pakt en dat het richting de ton gaat misschien wel. Wat denk je van 21? Ze lacht er wel leuk bij, hè? Ik,
Dat zegt niks, hè. Ze heeft geen idee wat erin zit. Ik ook niet. Als dat jouw gevoel maar, is, 21. Doen... Oké, we doen het gewoon. En daar zit toch die cent? Toch? Ja, hij zit er! Ja, je hebt hem! Ja! Oh! Wat goed. En nu die 20 cent. Waar zit die 20 cent? Oh, als je nu die 20 cent pakt, dan kan je daarna heus nog wel één koffer openmaken. Maar een lage. Alles tot en met 25... Nou, 2 ton is ook nog goed. Je hebt 5 kansen dat je de goede koffer pakt. Als je de 4 en de 5 ton laat zitten, you're fine. Mm-hmm. Wat zou ik doen? 15 of 2? Oh, ik durf niks te zeggen. Nee, hè? Ze lachen allemaal leuk, dus daar moet je ook niet naar kijken. Doe maar 15. 15. Ik duim. 10.000, prima. 5. 2 ton. Oké, niet erg. Boos, de 2 blijven erin. Is niet erg. Dat zeiden we nog. Want de 2 hoogste heb je weten te bewaren. En inmiddels, en dat wil ik toch even duidelijk zeggen, is de kans dat jij echt wel een heel prettig bedrag in je eigen koffer hebt, meer dan 33%. We hebben nog 6 koffers, 2 hoge bedragen. We hadden een bedrag van 52.000 euro. En wat is hij nu waard? Meer, dat weet ik zeker. Met een kans van 1 op 3 op tonnen. 80.000. Bert, wat vind je? Kan hoger. Ja. Het zijn er nu 2. 1. Je hoeft er maar 1 open te maken. Ik zou hem pakken. Wat pakken? Wat, de koffer of dat geld? Nee, de kans. Nog een koffertje open. Koffer. Nog een koffer? Denk ik wel. Ja, wat vinden jullie? Ja, eentje. En daarna is het ook elke keer 1 of zo? Ja. Vanaf nu is het iedere keer 1. Nee, joh, ben je gek? Nee, je hoeft er iedere keer maar 1 open te maken. Ja, en nogmaals, je kan ook denken, dat is mijn rugnummer. Heb je veel gescoord met rugnummer 10? Oh, man. Nou. Google maar eens. Oké, ik ga het je vragen. Durf je nog 1 keer 1 koffer open te maken? Of verkoop je je koffer voor 80.000 euro aan de bank? Oh. Stel je voor, de 5 ton gaat eruit. Ja. Nu. Ja. Dat is het slechtste scenario. Dat is het slechtste scenario. Het scheelt eigenlijk maar een ton, zeg maar, tussen de hoogste die dan overblijft. Exact. Dus als, ja, maar nu zitten er nog 2 hoge bedragen in. Als je de 5 ton eruit haalt, ga je zakken. Dat snap ik. Dan krijg je... Maar de kans dat je die 5 ton pakt is 1 op 6. Dat geldt ook voor de 4 ton. En je hebt 4 op 6, dus 2/3 kans dat het goed gaat. Want je moet 25.000, 10.000, 20 cent of 5.000 zien te vinden. Koffertje 2 zit een laag in. Daar zit een laag in. 20 cent. Oké, we gaan nu echt allemaal duimen. En ik waarschuw vast. Als de 20 cent erin is, ga ik heel hard gillen. Maak maar open. Hele goeie. Prima. Nu wordt het spannend. Komt hij wat? Want zijn we nu bij die magische ton of eroverheen? Ik denk het wel. Ik denk het wel, want nu heb je 2 van de 5 die heel hoog zijn en vele malen hoger dan een ton. En jammer dat die 20 cent er nog in zit, want als je die nog zou kunnen wippen, dan gaat het bot natuurlijk helemaal omhoog. Als dat niet boven een ton ligt, dan doe ik nooit meer mee, hoor. Nee, hè? Dan ga je gewoon nooit meer in de finale van Miljoenenjacht staan. Nee, maar dat gaat wel goed komen, denk ik. Want we hadden 80.000 en je hebt er een relatief lage uitgehaald. Dus dat moet lukken, toch? Bam! 111.000 euro. Oh, ik ben wel heel blij. Ik ook. Maar... ja. En nu? Als je nu de 5 ton eruit haalt, dan zak je ver onder de ton. Is hij nog steeds wel wat waard, want er zit dan ook nog 4 ton in. Maar die andere bedragen zijn laag. Dus dan ga je fix zakken. Ja. Je kan 111.000 euro krijgen voor koffer 10. En je zei, ik wil als zelfstandig ondernemer misschien wat meer kunnen zeggen. Ik neem even
de tijd om met mijn meisjes en mijn vrouw wat leuks te gaan doen. Ik hoef niet alles te doen. Kan het iets relaxter? Werk je hard? Veel uren? Tuurlijk. Ja, ja, ik weet het niet. Hoeveel uren maak jij in de week? Nee, wel relatief normaal. Ja, normaal. Tussen de 40 en de 50 en meer komt er niet. Dat is nou, het wel dus. Dat is een pittige volle werkweek. Jawel, jawel. Ja. Ja. Geen andere dromen? Je wil niet een motor of... Ik heb nog geen midlife. Nee? Ik heb nog even een paar jaartjes. Okay, gelukkig. Dat komt misschien nog wel, hè? Ja, dat zou kunnen. Ja. Goed, ik ga het je vragen. Of wil je even met je vader overleggen? Durf je nog één keer een koffer open te maken? Dat is de vraag. Ik hoef niet te overleggen, ik heb mijn keuze wel gemaakt. Dus doe het hekje maar open en dan zien we het al. Oké, okay. Maar ik ga het wel niks doen voordat ik uitgepraat ben, hè? Lieve Tony. Uitloop ik. Jouw buurvrouw. Voorzag. Joke? Joke. Joke voorzag dat jij een gigantisch bedrag ging winnen. Is dat die 111.000 euro? Of zit er in jouw koffer 4 ton of 5 ton? Wat ga je doen? We hebben een deal! Ik heb het geprobeerd! Gefeliciteerd. Goed gesteld. Fijn dat ik boven een ton gewoon. Ja, echt heel fijn. Ben ik hartstikke blij. Nu is het ook gewoon, ja. Ja, natuurlijk. Hetzelfde als wat de 10.000 euro, dat is gewoon teleurstellend. Nee. Lekker. Hartstikke super, man. Hartstikke mooi bedrag. Zeker. Opgelucht, Bert? Zeker wel. Ja, lekker hè. 111.000 euro in de pocket. En natuurlijk willen we weten wat er in jouw koffer zat. Want ik ben echt benieuwd. Ik denk iets hoogs, maar baseer ik op niks. Maar ik denk 4 of 5 ton. We gaan het zien. Kan namelijk ook 20 cent in zitten. Mag ik hem opmaken? Nee. Oh. Je moet vertellen. Welke had je... Stel, je had nu één koffer opengemaakt. Welke was dat geweest? Dat was 24 geweest. 24. Die had gekund. Kan ik nog terug? Nee. En nu? 13. 13. Oei, hier was het penibel geworden. Je hebt nog steeds kans dat in koffer 10,5 miljoen zit. Waar zit toch die 20 cent? Ja, het half miljoen kan ook in 23 zitten, want dat is je verjaardag, hè? En 16 van mijn vriendin. Ah. Waarom staan die er nog? Oh, 16 is de verjaardag van je vriendin? 16, ja. En neem je die van je vriendin of die van jezelf? Dan neem ik die van mezelf, want 16 zou dan echt overblijven. Oké, okay. Koffer 23. Oh, wat spannend weer. Het is toch niet te geloven? Het is gewoon... Ja, voor mij is de spanning er nu wel ja, op. Ja, oké, okay, maar ik denk toch echt, zit er nou 20 cent in die koffer of een half miljoen? Even weg. Kijk even. Oh. Dat zegt me nog niks, dit lachje. Maak hem maar open, wat zit er in koffer 16? 20 cent! Daar ben ik blij om. 111.000 euro. Goed gedaan, man. Echt. Mooi gelopen. Wauw. Oh. Bert. Zo, en deze is voor jou, Tony. Alsjeblieft. Dankjewel. 111.000 euro voor een koffer waar 20 cent in zat. Dit was het. Ik heb nog één belwinnaar die ik blij mag maken. Uw naam staat nu in beeld. Gefeliciteerd met 15.000 euro. En dat was hem dan. Dit seizoen van Miljoenenjacht zit erop. Namens de Postcode Loterij. Alle goede doelen. Bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Dag. Cheers. Cheers. Ga je bellen? Weet ze dat je in de finale zit of niet? Weet ze niet? Oh. Miljoenenjacht werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.